vliegveld Mandai bij Makassar arriveert de luitenant-gouverneur-generaal Dr. Van Mook. Na een inspectie van de erewacht vertrekt Dr. Van Mook naar het gouvernementspaleis, waardoor de geallieerden het gezag over de grote oogst weer aan Nederland wordt overgedragen. In het bergplaatsje Malino, 1000 meter boven de zeespiegel, wordt Dr. Van Mook verwelkomd door een erewacht van 200 inheemse ruiters, onderdanen van de Radja van Goa. Vervolgens begint met de verschillende delegaties van de buitengewesten de conferentie. Hier worden de voorbereidende besprekingen gevoerd over de toekomstige status van deze gebieden. Op het vliegveld Mandai bij Makassar arriveert de luitenant-gouverneur-generaal Dr. Van Mook. Na een inspectie van de erewacht vertrekt Dr. Van Mook naar het gouvernementspaleis, waardoor de geallieerden het gezag over de grote oogst weer aan Nederland wordt overgedragen. In het bergplaatsje Malino, 1000 meter boven de zeespiegel, wordt Dr. Van Mook verwelkomd door een erewacht van 200 inheemse ruiters, onderdanen van de Radja van Goa. Vervolgens begint met de verschillende delegaties van de buitengewesten de conferentie. Hier worden de voorbereidende besprekingen gevoerd over de toekomstige status van deze gebieden.